Oké, er hangen vlaggetjes in de Zwolse Van Rossumstraat, maar het is er niet zoals het er normaal is. Ik denk dat de mensen niet zoveel vertrouwen erin hebben. Niet veel vertrouwen in Oranje? Nee. Ik hoop dat ze winnen, dus... Maar... Onzekerheid over de kansen van Oranje. En die onzekerheid is er ook op het officieuze WK tafelvoetbal. Op kunstgras bij PEC Zwolle, Spanje tegen Nederland. Waar zijn we nou beter? Op een tafel of op een veld zometeen? Ja, we hopen natuurlijk op het veld. Dat lijkt me zo klaar als een klontje. Maar ik denk dat wij vandaag hier op de tafels toch net iets grotere kansen hebben. De liefhebbers leven naar de avond toe. De middenstand probeert ook nog wat mee te verdienen aan Oranje. Ja, druk hè. We zijn hier druk bezig met allerlei oranje gebakjes. Vandaag komen er aardig wat mensen naar onze winkel om het op te halen. Nog wel iets meer zoals we hadden verwacht. Ieder weekend hebben we een ander thema op onze proeftafel. En dit is onze selectie voor vandaag. En die selectie die bestaat uit wijnen van Chili, Spanje en Australië. En ook de horeca maakt zich op voor een druk voetbalavondje. Cafés zijn omgebouwd tot complete stadions. Poeltjes worden ingevuld en dan is het tijd voor gas geven. Ja, iedereen heeft een biertapje buiten en gewoon gezellig. Gewoon gezellig, maar niet bij de sauna. Daar gokken ze op de enkeling die niet van voetbal houdt. Even geen oranje. De hele hype en de hele hectiek eromheen is gewoon helemaal niet rustig meer. Niet meer dat ik zoiets heb van jongens, kom op. Alle tijd voor koffie bij de sauna. Wedstrijdgevoel bij het tafel-WK. En nog steeds die knagende onzekerheid in de Van Rossumstraat. Ik hoop 3-1. Ik denk dat ze blij mogen zijn met een gelijkspelletje. Ik hoop dat ze winnen.